Als eigenaar van een Husqvarna automower kunt u van een gazon genieten dat met minimale inspanning wordt gemaaid. Zelfs het installatieproces is geoptimaliseerd om de nodige voorbereidingen nog eenvoudiger te maken. In deze video wordt stap voor stap uitgelegd hoe u uw Husqvarna automower moet installeren. We raden u aan deze video tot het einde te bekijken voordat u van start gaat met de installatie. Zo geniet u van de best mogelijke ervaring met de Husqvarna automower. Het installatieproces is voor vele automowermodellen exact hetzelfde, ongeacht hun beschikbare functies. Voor de installatie van een robotmaaier is wat tijd nodig. Deze inspanning moet echter slechts één keer geleverd worden en zal ervoor zorgen dat u gedurende vele jaren bijna onderhoudsvrij kunt maaien. Deze video omvat de volgende hoofdstukken: de Husqvarna automower voorbereiden en uit de verpakking halen, het laadstation plaatsen, de accu opladen, de begrenzingsdraad leggen, de geleidingsdraad leggen, de draden aansluiten op het laadstation, de installatie personaliseren en voltooien. In de doos vindt u een meetlat in het deksel van de doos. Die zal u helpen bij het leggen van de begrenzingsdraad op een gepaste afstand van verschillende obstakels. Een laadstation dat signalen uitzendt langs de begrenzings- en geleidingsdraad en de accu van de maaier oplaadt. Aan de achterzijde vindt u alle draadaansluitingen. Een laagspanningskabel die de voeding met het laadstation verbindt. Lange grondschroeven waarmee het laadstation op de grond wordt bevestigd. Een voeding die moet worden aangesloten op een stopcontact. Husqvarna Endurance reservemessen. En de robotmaaier. Zorg ervoor dat wanneer u uw Husqvarna automower aankoopt, u de Husqvarna automower installatiekit krijgt die bij de oppervlakte en complexiteit van uw gazon past. De installatiekit bestaat uit begrenzings- en geleidingsdraad, krammen om de draad vast te maken in de grond, connectoren voor het laadstation, draadverbinders om de draden aan te sluiten, te repareren of te verlengen. U hebt ook een hamer nodig voor de krammen, twee tangen, een kniptang en een grijptang voor de draadverbinders en een spade. Begin met het plaatsen van het laadstation. Het laadstation wordt idealiter op een schaduwrijke plek op een vlakke ondergrond in het midden van het gazon en met wat vrije ruimte eromheen geplaatst. Zorg voor ongeveer 3 meter vrije ruimte voor het laadstation. Plaats het laadstation op de grond, maar zet het nog niet stevig vast. Zoek een tegen weer en wind beschermde plaats voor de voedingseenheid. Zodra het laadstation geplaatst is, is het tijd om de robotmaaier op te laden. Schakel de Husqvarna automower in, zet hem in het laadstation en ga naar de volgende stap. Het duurt zo'n 80 tot 100 minuten om een lege accu op te laden. De begrenzingsdraad wordt langs de randen van het gazon gelegd om het maaigebied te bepalen, zodat de robotmaaier weet waar hij moet keren. We raden aan het gras te maaien alvorens de draad te leggen om te vermijden dat deze wordt opgetild door het gras. Zo zal het aantal gebruikte krammen ook beperkt blijven. Begin met één uiteinde van de begrenzingsdraad vast te maken aan het station. Laat 50 centimeter draad over voor de aansluiting. Leg ook op voorhand de plek vast waar u de geleidingsdraad zult verbinden met de begrenzingsdraad en laat op deze plaats een lus van 10 centimeter over wanneer u de begrenzingsdraad legt. Dit zal de aansluiting veel eenvoudiger maken. Aangezien de Husqvarna automower over de draad rijdt voordat hij stopt, moet de draad, afhankelijk van de obstakels, op verschillende afstanden worden gelegd. Om er zeker van te zijn dat de draad op de juiste afstand van het obstakel ligt, gebruikt u de meegeleverde automower meetlat. Op deze meetlat zijn 3 afstanden afgedrukt. Een korte, een middellange en een lange. De exacte afstanden variëren naar gelang het model. Tegenover harde objecten, zoals afsluitingen en muren, moet u de langste afstand gebruiken. Anders zal de maaier telkens wanneer hij draait tegen het harde voorwerp botsen. Wanneer het om bloembeddingen en zachtere struiken gaat, waar er geen risico op botsing is, volstaat de middellange afstand. Als de afstand kleiner is, kan de maaier over de rand rijden en vast komen te zitten.
Als de lange afstand wordt gebruikt, zal de maaier een deel van het gras aan de rand niet maaien. Naast geplaveide paden die op het niveau van het gazon liggen, raden we aan de kortste afstand op de meetlat te gebruiken. De Skvarna automower zal een deel van het pad gebruiken om te draaien en al het gras zal gemaaid worden. Op grindpaden zoals deze kan de maaier vast komen te zitten. Gebruik daarom de middellange afstand. Als het om harde paden zoals deze gaat, kunt u de maaier er gewoon over laten rijden. De weergegeven afstanden moeten worden beschouwd als een richtlijn. Om de maairesultaten te optimaliseren, kunt u de begrenzingsdraad aanpassen zodra u weet hoe de Husqvarna automower uw gazon maait. Plaats de krammen in vlakke gazonzones op een afstand van ongeveer 70 centimeter. Zorg ervoor dat de draad stevig in de grond is bevestigd om te voorkomen dat de maaier vast komt te zitten. Als de draad door een oneffen gazon in de lucht hangt, zult u extra krammen moeten gebruiken, anders bestaat het risico dat de maaier de draad doormidden snijdt. U kunt met een spade eventueel ook een gleuf van een paar centimeter diep in het gazon maken. Dit is aanbevolen wanneer uw gazon oneffen is of als u de draad wilt verbergen. Merk op dat als u de draad op de grond installeert, hij na een paar maanden volledig overgroeid zal zijn. Als er zones of obstakels zijn op uw gazon waar uw maaier niet mag komen, maakt u eilanden met de begrenzingsdraad. Leg de draad van de rand naar en rond het obstakel. De richting is uiterst belangrijk. Kruis de draad niet. U moet hem beschouwen als een verlenging van uw begrenzingsdraad. Als u van rechts komt, begin dan aan de rechterkant van het obstakel. Wanneer u de cirkel sluit, legt u de draden strak tegen elkaar op de terugweg. Zo wordt het signaal geannuleerd. De Husqvarna automower registreert geen signaal en rijdt door. Als u de draden kruist, zal de robotmaaier dit niet als een eiland herkennen. Hij kan niet doorrijden en zal stoppen. Als u verschillende obstakels dicht bij elkaar hebt, kunt u als volgt te werk gaan. Aangezien de Husqvarna automower is ontworpen om zachte stoten aan te kunnen, hoeven obstakels als bomen niet noodzakelijk te worden afgebakend met de begrenzingsdraad. Controleer echter of de boom geen uitstekende wortels heeft, want die kunnen de messen beschadigen. Wanneer u klaar bent met het leggen van de begrenzingsdraad en weer bij het laadstation bent aangekomen, laat u 50 centimeter extra draad over en snijdt u hem af. Het doel van de geleidingsdraad is om de Husqvarna automower terug naar het laadstation te leiden wanneer dat nodig is en om hem te helpen zijn weg te vinden naar andere en complexere delen van uw gazon. Afhankelijk van het model kunt u 1 tot 3 geleidingsdraden gebruiken. De geleidingsdraad moet vanaf de achterzijde van het laadstation beginnen en in het midden onder de basisplaat gelegd worden. Zorg ervoor dat u 50 centimeter extra draad overlaat. Aan de voorzijde van het laadstation moet u de draad over minstens 2 meter in een rechte lijn leggen. Gebruik de krammen en ga door met het leggen van de draad tot u de geplande locatie bereikt voor de verbinding met de begrenzingsdraad. Als u een open gazon hebt, begin dan met het leggen van de draad aan het laadstation en leg hem tot aan een centraal punt aan de overzijde van het gazon. Als u de geleidingsdraad op een helling legt, plaats de draad dan diagonaal, zodat de maaier een optimale tractie heeft. Als u het verbindingspunt hebt voorzien toen u de begrenzingsdraad plaatste, zult u extra draad hebben om de geleidingsdraad te verbinden met de begrenzingsdraad. Als dat niet het geval is, moet u de draad mogelijk verlengen met een extra draadverbinder. Snij de draden af. Gebruik een draadverbinder. Deze heeft 3 openingen. Het maakt niet uit in welke opening u de draden steekt. Zorg ervoor dat alle 3 de draden in de onderkant van de draadverbinder geduwd worden. Knijp de draadverbinder vervolgens met een tang dicht. De plug is gevuld met vet, zodat ze bestand is tegen weer en wind. Zet de draadverbinder vast door deze onder het gras te plaatsen, uit de weg van de maaier. Gebruik voor het verbinden van de draden
zoals hier, of voor het repareren van een beschadigde draad, steeds een weerbestendige draadverbinder van Husqvarna. Als u een tuin hebt met een afgezonderd gedeelte, raden we aan gebruik te maken van een extra geleidingsdraad om verbinding te maken met deze geleidingsdraad hier, zodat de maaier deze zone vindt en sneller naar het laadstation kan terugkeren. Als de doorgang smaller is dan 2 meter, raden we ten zeerste aan om dit te doen. In de doorgang is de minimumafstand tussen de begrenzingsdraden 60 centimeter. Aangezien de maaier probeert te voorkomen dat er sporen in het gazon worden getrokken, volgt hij de geleidingsdraad op verschillende afstanden. De Husqvarna Automower rijdt steeds aan de linkerzijde van de geleidingsdraad wanneer hij naar het laadstation terugkeert. Daarom moet de geleidingsdraad dichter bij de begrenzingsdraad aan de rechterzijde worden gelegd, gezien vanuit dit standpunt. De installatie is nu bijna klaar. Alleen de draden moeten nog worden aangesloten. Steek de kabels door de openingen. Meet af aan de contacten op het laadstation. Steek de draad in de plug, vouw om en knijp met een tang. Snij overtollige draad af. Dit is belangrijk bij het aansluiten. De begrenzingsdraad die van links komt, moet worden aangesloten op de linker aansluitklem en omgekeerd. Sluit tot slot de geleidingsdraden aan. Plaats het laadstation op de grond en zet het vast met de meegeleverde grondschroeven. Zorg ervoor dat er geen draden in contact kunnen komen met de maaier. Als de installatie correct werd uitgevoerd, zal het ledlampje in het laadstation onafgebroken groen oplichten en kan de maaier beginnen te maaien. Haal alle vreemde voorwerpen van het gazon voordat u de Husqvarna Automower inschakelt. Maak verbinding met de Automower Connect app of Automower Connect at Home. Dit kan even duren. Opstarten en kalibreren. Onderbreek dit proces niet. Voltooi de installatie met bijkomende instellingen, afhankelijk van het model, op de Automower of in de app. Nu kunt u genieten van uw perfect gemaaid gazon.